Hey boeboes, this is your girl Charla. En even mijn praak een beetje bijborstelen hoor, want het ziet er natuurlijk niet uit. Maar we gaat het vandaag over? Oh ja, over de donkere huid. Ja, ik zat even net lekker op YouTube en ineens zat ik video's te kijken over donkere mensen die heel donker zijn. En hoe het is om dark skin te zijn in Amerika, et cetera. En toen dacht ik, oh, ik moest ineens terugdenken aan een artikel. De eerste wil ik zeggen, alle huidskleuren vind ik mooi. Of je nou zo wit bent als sneeuwwitje of zo donker bent als Alec Wack. Ik weet niet of jullie Alec Wack kennen, dat is een Soedanese model. Ik vind alles hartstikke mooi. Ik vind echt, ik kan een hele donkere huid. Kan ik zo mooi vinden. Zo'n, ja, bijna blauw-zwarte huid, weet je. Kan ik echt super mooi vinden. Maar een blanke huid is ook mooi, weet je. Dus rossige mensen, roodharige mensen met sproeten overal. En groene ogen. En dat kan ik heel mooi vinden. Bruine ogen kan ik ook wel mooi vinden. Maar goed, anyway. Oh ja, ik weet wel hoe het komt. Mijn tiener, die liet mij een video zien over skin bleaching. Ja, maar goed. Oké, laat ik kort iets zeggen over skin bleaching. Doe het niet. Wees gewoon blij met wie je bent. Met wat je hebt gekregen van de natuur of van God. Weet je, waarom zou je je huid lichter gaan maken? Waarom zou je je huid gaan bleken, weet je wel? Wees gewoon blij, man. Ja, het is gewoon hartstikke mooi. Het gaat erom dat je gezond bent. Daar gaat het om. En als je heel veel melanine hebt, heel veel pigment, dan heb je gewoon een wat betere bescherming tegen de zon. Ga je je huid bleken, dan doe je die bescherming eigenlijk teniet. En dan wordt je huid alleen maar kwetsbaar. Want dat spul is vaak ook nog kankerverwekkend. En gewoon heel slecht voor je. Nou, anyways. Oh ja, en ik wou ook zeggen van, ook al heb je kleurverschil. Ook al is je nek donkerder dan de rest van je huid. Of je ellebogen zijn donkerder. Of je vingers zijn donkerder. Weet je wel, die knokkels. Of je knieën zijn donkerder. Who cares, weet je? Ik bedoel, of je bovenlip is donkerder. Dat zie je ook heel vaak. Nou en, weet je, ik bedoel, je bent niet de enige die dat heeft. En waarom zou dat erg wezen? Dat is gewoon hoe je eruit ziet. Hoe je huid gewoon zich heeft gevormd qua kleur. Ja, ik moet even kijken hoor, wat ik heb eten opstaan. Ja, jaren geleden las ik een artikel in de FIFA over de donkere huid. Nou, ik heb nog nooit zoveel onzin gelezen als in dat artikel. Ten eerste stond erin van een donkere huid is meestal vet, dus vaak vet. Nou, dat is gewoon bullshit. Ik bedoel, ik moet toegeven, ik heb zelf wel een vette huid, maar mijn zusje weer niet, weet je. En mijn andere zusje ook niet. En mijn broer ook niet. Weet je, dus ja, dat, je kan niet zeggen van dat de donkere huid bestaat. Nee, een donkere huid verschilt net zoveel van elkaar als de blanke huid met de donkere huid. Kortom, eigenlijk verschilt het niet zoveel van elkaar. Er wordt ook gezegd dat de donkere huid dikker is. Ik ken ook blanke mensen met een dikke huid hoor. Dus dat weet je, dat zegt echt niks. Ik bedoel, degene die dit artikel heeft geschreven in de FIFA, dat is echt, dan praat ik echt over jaren geleden, misschien 20 jaar geleden of zo. Denk ik van, heb jij alle donkere huiden bekeken? Nee, je gaat uit van misschien 5 mensen die je ooit bent tegengekomen of andere bronnen die niet kloppen. Een donkere huid kan dik zijn, kan dun zijn, kan grove poriën hebben, kan fijne poriën hebben. Kan vet zijn, kan droog zijn, vochtarm zijn. Net als met een blanke huid, kan ook dun zijn, dik zijn. Vet, vochtarm zijn. Grove poriën, fijne poriën. Weet je, dat alles wat bij donkere huid voorkomt. Hè? Niet alles, maar bepaalde zaken komen ook voor bij een blanke huid. En vice versa. Kijk, heb je een donkere huid, dan ben je wat meer beschermd tegen de zon.
blanke huidjes die rimpelen misschien wat sneller. Maar een donkere huid heeft ook zo zijn problemen. Bijvoorbeeld, er is een verschijnsel wat heet... ik ben die naam kwijt. Maar in ieder geval, ken je Morgan Freeman? Morgan Freeman? Nou, die heeft allemaal van die zwarte dingetjes. Ja, het zijn niet echt moedervlekken, maar van die... Nou, dat heeft een naam. Nou, en dat kunnen donkere mensen dus veel eerder krijgen. En ze zeggen black don't crack, maar ik bedoel... Op een gegeven moment gaat een donkere huid ook rimpelen. Maar niet zulke fijne rimpels en ook niet zo snel. Het gaat ook niet zo snel rimpelen als bij een blanke huid. Maar ook de donkere huid heeft weer zo zijn problemen. Donkere mensen hebben bijvoorbeeld... dat heeft dan niet zozeer met de huid te maken. Maar bijvoorbeeld sikkelcel. Daar hebben wij weer meer kans op. Jullie meer kans op huidkanker. Maar wij weer meer kans op sikkelcel. Jullie, degene die blank zijn en naar dit filmpje kijken. Wat wil ik er nog meer over zeggen? Ja, ik hou niet van die stereotyperingen, weet je wel. Van, een blanke huid is dit of een donkere huid is dat. Nee, weet je, een donkere huid. Dan heb je het over, weet je hoeveel mensen er donker zijn? Heel veel, niet alleen negers, sorry voor het woord. Ik heb zelf geen problemen met het woord neger, maar